uitgaande van een monetaire reserve van 2012 van 1 miljard US dollar. Want er wordt hier gezegd met schaarse middelen, u hebt ontvangen in de jaren 2012 en 2013 bijna 1,5 miljard US dollar, meer. Door de hoge goudprijzen en olieprijzen. Riant. Maar u bent gaan uitgeven, gaan verspillen, gaan weggooien en laten corrumperen. En van die 1 miljard in 2012 is er nu 500 miljoen over. Ik ga u zeggen waarom. In februari is er 52 miljoen uitgegeven. Waardoor hij is gegaan, de monetaire zijn vandaag 574 miljoen. 20 maart van deze maand was de monetaire reserve 503 miljoen. Waar is die governor? Is dit het prudente beleid dat gepropageerd wordt? Waar we niet over mogen praten, omdat er een regering is, een verantwoordelijke regering, een verantwoordelijke governor van de centrale bank. Daarbij komt nog de schuld aan de oliemaatschappijen. 100 miljoen. De leningen bij de algemene banken, 130 miljoen. Wat is er over van die monetaire reserve? Een beetje goud. En IMF-trekkingsmogelijkheden. Eigenlijk is het op. We zitten in een heel moeilijk parket. En er zijn stemmen opgegaan bij een aantal mensen. Die zeggen, waarom willen jullie verkiezingen hebben? Waarom willen jullie gaan om die verkiezingen te winnen? Laat deze regering nog een jaar zitten. Dan krijg je zo'n koekje van eigen deeg. Een koekje dat een heleboel regeringen hebben gehad in het verleden. Tot 3, 4 keer toe. Een compleet uitgeputte monetaire reserve en uitgeputte kas. En daar steven we nu naartoe. Winston Jesseren, een deskundig, gedreven en betrouwbaar DNA-lid. Een DNA-lid die staat voor wat hij zegt en altijd zijn taak en verantwoordelijkheden van volksvertegenwoordiger serieus genomen heeft. Het DNA-lid dat gedurende deze hele periode bewust geen buitenlandse reizen heeft ondernomen op kosten van de staat. Het DNA-lid dat op het cruciaal moment voor de rechtsstaat in Suriname in april 2012 bij de aanname van de amnestiewet present was om te pleiten voor het behoud van onze rechtsstaat. Het DNA-lid dat nooit zal meewerken aan wetgeving die onvolledig en ondoordacht is, omdat het niet in het belang is van ons, onze samenleving en ons Suriname. Winston Jesseren, de stem waarop u kunt rekenen. Stem daarom op V7 in Paramaribo, lijst 5, nummer 9 en garandeer voor meer dan 100% de behartiging van uw belang. Dat van uw kinderen en kindskinderen. Het belang van Suriname. Een stem voor Winston Jesseren is een stem voor uw toekomst. Maar stop voor eens en voor altijd. We hebben dat 3 keer gehad, dit is de 4e keer. Het wordt te maken hebben met de regering, onder deze leiding, dat ze een chaos maken, een financiële chaos creëren. Recht en waarheid, wokken ze op, akaba, a money akaba. Mega corruptie maakt het land kapot. And this must stop.